vroeger hebt aangedaan. Hè? Luc Beaumens, dat zit diep. Dat zit zelfs heel diep. Maar wat dan nog veel dieper zit, is dat je de Waldik bijna de dood hebt ingejaagd. En dat is iets dat ik u van mijn leven niet vergeef. Dus denk jij nu dat ik goesting heb om hier alle dagen op uw mottige smoel te zien? Heb je het er nu toch afgehaald? Zoals het pintje hier tapt, tapt het nergens. Dat is ik weet niet origineel, maar dat is schoon. Oh, dat vind ik lief, Fanny. Zeg, maak eens zien. Jij bent schattig, jij bent schattig. Jij bent schattig als je verf op je gezicht hebt. Is er iets? Nee, ik heb gewoon slecht geslapen. Je hebt toch niet heel de nacht aan de Luc gedacht? Nee. Ik heb eigenlijk heel de nacht aan u gedacht. Mij? Mm-hmm. Ja, aan... vooral aan de manier hoe jij gisteren met Luc hebt gepraat. Waldik, je gaat nu toch geen medelijden krijgen met de Luc? Zeg jij vergeten wat je nu heeft aangedaan? Nee. Ik ben zeker niet vergeten, maar... ik heb gewoon iets anders gedacht, Rosa. Jij bent vroeger verliefd geweest op Luc. Hm? Ja. Ja, maar dat is wel lang geleden. Mm-hmm. En hoe is het verliefd op mij? Ja, ja. En? Misschien komt dag dat jij ook niet meer verliefd zult zijn op mij. Sofietje, zou je niet opstaan? Opstaan, Sofie. Zeg, ik heb geen school vandaag. Laat me gerust. Kom, je moet mee naar de begrafenis van de directeur. Ik moet hier juist niks bollet af. Sofie, ons maaier... Ga weg! Goed. Zet je daar nu weer? Clarice Guess. Okay. Mijn kleine zotte Paul. Moet jij eens even heel goed naar mij luisteren? Luc Beaumens, die heeft mij niet één keer. Die heeft mij twee keren behandeld als een schotelvot. De eerste keer toen we heel jong waren en toen we vreeën. En toen is ze met opeens afgebold zonder boe of baat naar Amerika. En een tweede keer, toen woonden we samen en ik dacht dat alles heel goed ging. En op een avond was meneer weg. Maar ik heb toch ook veel verdriet gedaan door stommiteiten van mij. Ja, maar ik heb het gevoel dat jij leert uit het verleden. Op heel de wereld is er maar één persoon die ik liever zie dan u. En dat is mijn dochter. Dat is Peggy. Dat is zo. En daarbij, wat er ook tussen ons gebeurt, ik zal u nooit behandelen zoals de Luc. Want jij bent een goede mens. En dat is het verschil tussen u en de Luc. Dank u. Je moet me toch eens vertellen hoe je er op die spreuk bent gekomen. Ah, dat is gewoon. Ik heb gezien aan Moer bij Oude Koppel. Was zoals een klokje thuis tikt, tikt nergens. Ik vond het schoon. Ik heb opgeschreven. Hè. En, maar voor een café, ik vond het bitter als het was met pint. Allee, dan ben ik toch de creatieve man ook. Wow. Dat wist ik niet. Zeer creatieve man, kijk. Zoetje, wat moet ik aandoen?
Iets donker zeker? Ja. Een zwart kostuum. Ja. Ah ja. Voilà. Dank u. Ik ben blij dat je mee wilt gaan. Tja, dat is toch de normaalste zaak van de wereld, hè? Hey, kun je niet kloppen als je binnenkomt? Wat heb jij met je haar gedaan? Dat is helemaal nat. Dat is de nieuwste mode van mijn toffe broer om mij wakker te maken. Ah, dat is een goed idee. Dat ga ik in het vervolg ook doen. Dan krijg ik u tenminste uit uw bed. Ik ga niet mee naar die begrafenis. Sophie, als je maar weet dat je wel meegaat. Maar, en ik wil het er verder niet over hebben. Sophie, je moet zo niet staan kijken, hè. Ik heb gehoord wat die moeder gezegd heeft. En daarmee basta. Ja. Als die nog 10 dagen binnen moet blijven, dan... Ja, ik zal ze af en toe eens uitlaten. Ach, het is toch waar. Je kunt voor uw kinderen geen goed meer doen. Als je de ene helpt met zijn problemen, is de andere jaloers. En heb dan een keer geprobeerd van te praten met degene die er niet content is. Maar kind, al wel 100 keren, maar dat is niet gekort, hè. Dat heeft geen zin. Ze kunnen elkaar niet rekenen of zien. Zeg, Florke, kijk eens of je het goed vindt. Ah, wacht. Momentje. Oh. Oh, dat is schoon. Zo, oh, ja. Van achter is ook heel goed, absoluut. Allee. Hoeveel moet ik u? 14 euro, alstublieft. Ja, 14, en dat zijn er 15, en dat is juist. Ja? Ja. Oh, dank u wel. Nee, jij zeer bedankt. Oh, ik ben zo blij dat ik iemand gevonden heb die dat mijn haar hier thuis komt doen. Want je weet, mijn benen zijn niet meer, die willen niet meer zo goed mee. Hè, die... Nee, dat is graag gedaan. Ja. Allee, ik ga dan eens door. Hè. Ja. Ja, ja. Zeg, vind je het wel, hè? Ja, ja, ja. Geen probleem. Oké. Dat is een lief kind, hè. Ja. Ja, en altijd zo vriendelijk en zo goed gezind en zo. Ja. Dat is een plezier om die naast te hebben. Ja, absoluut, ja. Oh, God. Oeh, wat? Ik ken dat niet, ja. Ik ga eens kijken, hè. Ja. Eva? Ja? Hoi, Evatje. Heb je nog iets vergeten? Nee, maar iemand heeft mij gevraagd om dit af te geven. Omdat hij zelf niet wou binnenkomen. Toch niet? Toch niet? Ja, de Luc. Maar dat is het geld dat ik hem gegeven heb. En waarom doet hem dat nu? Nu heeft hij zelf geen geld niet meer. Dat hij... Roger, ga eens gauw zien. Misschien kun je hem nog inhalen. Oh, ik moet hem zien. Ja, ja. Eva, je blijft nog een beetje bij Florke, hè? Ja, ja, ja. Hij ging richting centrum. Oké, goed. Dag. Die kan nog niet ver zijn, ze. Roger zal die wel inhalen. Sophie! Verdorie, hè. Ja, ik ben alweer gehoord, ik ga wat te voeten. Ja. Sophie, maak dat je beneden bent. Dat kind had het bloed van onder mijn nagels. Ja, maak je zo niet nerveus, hè. Ha. Hoort jij niet als ik roep? En wat heb jij nu aan? Het is een begrafenis. Ja, van een strandje net die niemand kon uitstaan en jij nog het minst van al. Een beetje respect, graag. Respect. Eén grote komedie, ja. Hypocrieten. Sophie, een beetje respect voor oude mensen, hè. Gelijk wij. Dat is iets waar je van Femke niet zult leren, denk ik. Hier, je gaat mee of ik haal de leiband boven, hè? Ach, waar blijven die nu zo lang? Hij zal die niet gevonden hebben, hè? Maar jawel, als Luc te voet zijn, Rogerke met een auto, die zal die wel aan. Oh, daar zijn ze, denk ik. Oké, Rogerke. Allee, je hebt hem dan toch gevonden. Ja. Zeg, maar waarom heeft dat zo lang geduurd? Zeg, Florke, ik ga dan door, hè? Ja, ja, manneke, dat is goed, dag, hè? Ja, zeg, ik had hem al te stekken aan de hoek van de straat, maar je wil er niet mee komen. Waarom niet? Ah, omdat hij dacht dat Frank en Simon hier nog waren. Maar waarom geeft hij dat geld terug? Je moet toch van iets leven? Moeder, je zei bedankt, maar ik moet van u geen geld hebben. Ja, maar wat zit jij nu van plan? Ik heb nog geld op mijn rekening staan. Ben u dat gisteren vergeten, zei. En waar gaat je dan wonen? Ik heb dat op een papiertje geschreven dat in die envelop zit. Oh, nee, dat heb ik niet gezien. Ach, hier. Daar? Maar daar kun je toch niet wonen? Liever daar dan in een derde rangshotel. Maar jongske, wat ga je toch allemaal doen? Moeder, alsjeblieft, maakt u geen zorgen. Ik trek mijn plan, oké? Okay? Maar... Je moet je sterk houden, zijn. Je moet je sterk houden voor een kind. Zal ik u eens iets vertellen, moeder? Het is die gedachte die mij juist recht had. Nee.
Dag, Jenny. Ik ben gisteren eens goed gaan shoppen, hè. Ik voel me al een stuk beter. Hier zie ik, kijk. Voilà, wat vind je ervan? Ja, zo twee slotjes, kleintje, groot. Amai, chic, hè. Oh, en die slotjes. Allee, dat is goed dat je beter voelt, hè. En hoe is het met u? Goed. Allee, ja. Prima. En wilde jij eens iets weten? Wat? De André en de Willy die zijn naar Terlo. Naar de gemeentesecretaris. Oh. Gaat hij daar nu toch naartoe? Ja. Of hoe is die nu zo opeens van gedacht veranderd? Ja, André heeft hem overtuigd. Ah, bij. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is alleen maar te hopen dat die in Terlo nog wil praten. Oh. Maar, die man zal toch ook denken, wat is dat voor een circus? Eerst overtuig ik hem om te getuigen en dan zetten ze mij aan de deur. Ja, het moet zijn dat hij wil praten, hè. Anders zou hem de reden Willy toch een afspraak gegeven hebben. Weet je wat, Jenny, het interesseert mij allemaal niet meer. Allee? Allee, stel je nu eens voor dat de Willy van gedacht verandert. En jij krijgt uw job terug. Wel, dan kan hij zijn job opstoven. Maar Marianne, zeg, je deed dat toch graag? Ja, ja, dat is een interessante job, Jenny. Maar niet à la façon de Willy. Allee, zeg, koffietjes zetten, briefjes tikken, glimlachen en pootjes geven. Zeg, daar bedank ik voor. En gisteren, hè, bij Emporio, waar ik dat jurken heb gekocht, hadden ze iemand nodig voor de verkoop. En wel, ik zie dat eigenlijk meer zitten dan werken voor zo'n treurige, typisch gelekte Willy. Wat doe jij hier? Ik ben juist thuis. Ik ging juist naar boven, hè. Zeg, Joeri, maar jij gaat daar toch geen gewoonte van maken om zo laat thuis te komen en dan Sander een daags te brossen, hè? Jij gaat toch niet van 's morgens beginnen zagen omdat je een keer zijn blijven plakken, hè? Belangen niet, maar ik ben gewoon bezorgd dat jij je studies verwaarloost. Allee, weet je dat ze mij noemen op school? Het plastieke plantje, omdat ik nooit uitga. Ze slogen gisteren gewoon achterover omdat ik eens bleef hangen. Verwacht jij iemand? Veronique. Nee. Voor haar haar. Allee, vooruit. Maar ik heb geen goesting om iemand te zien en haar zeker niet. Hey. Hey, goedemorgen. Wat heeft hij? Niks. Ja, hij is nog maar juist thuis en hij zit zo'n beetje in een moeilijke periode. Ja. Maar kom binnen. Oké. En zit u? Ja. Zeg, hoe is het nu nog met u? Wow. Redelijk goed, hoor. Heb jij nog iets gehoord van Werner? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het een beetje raar, hè, dat ik nog niks gehoord heb, maar geen nieuws, goed nieuws, zeker. Het is te open, hè. En hoe is het anders tussen u en Anne? Goed, goed. Stel ik eens aan beter. Ja. Zolang ik Jean-Pierre maar niet te veel hoef te zien. Weet je, ik blijf er nog altijd op hopen, hè, dat ze op een mooie dag iemand anders tegenkomt. Iemand die beter bij haar past. Maar ik vrees ervoor. Hoezo? Wel ja, Anne deed gisteren wel heel erg raar. Oh ja? Ja, ze was zo goedgezind. Het was niet meer normaal. Maar Jan, er is toch niks mis mee? Nee, maar ik ken mijn dochter en ik vraag me af... Wat? Het is eigenlijk te gek voor woorden. Wel, ze straalde zo. Allee, je weet wel. En opeens schoot het door mijn hoofd. Straks is ze zwanger. Maar Janneke, ik denk dat dat niet voor te lachen is. Wel, gisteren waren Marie en Jean-Pierre bij ons aan het eten in Tersmisse. En Rosa heeft het een en het ander opgevangen. Het ging over... Ja, Marie kon komen babysitten dan. Of zo, zoiets. Zeg dat niet waar is. Wel, ik vrees dat het wel waar is. Maar dat is een ramp. Een dubbele ramp. Maar alleen, Marianne, zit jij nu niet blij? Dat is toch fantastisch voor Anne? Ja. Maar dat wil zeggen dat ik over 9 maanden grootmoeder word. En de schoonmoeder van Jean-Pierre. Ja, wel. Ik twijfel ze. Dit hier. Mm-hmm. En dat, hè? Ja, oh ja. Maar je kunt niet zoveel doen, hè, met mijn haar.
Ja. Ja, ik weet het. Maar weet je, anders, hè, dan denk er nog eens over na en dan doen we het volgende week, hè. Ah, wel ja. Ja? Dat is beter, hè. Ja. Dat is goed. Zeg, en weet je nu al wat je gaat doen? Nee. Allee, ja, concreet weet ik het helemaal nog niet, ja. Maar we moeten het ook niet forceren, hè. Nee, dat is waar, ja. Weet je wat ik wel veel doe? Dat is lezen tegenwoordig. Over positief denken en over psychosomatische ziektes en zo. Ja, hoe dat uw gedachten uw lichaam kunnen beïnvloeden. Allee, dat interesseert me wel zo. Ja. Dat is echt... En van welke gedachten krijg je de keelpijn? Als je woede opkropt, dan krijg je keelpijn. Ah, bon. En de keelpijn of wat? Ja. En sinds wanneer? Ja, toch al een week of zo. Want ik heb wel het gevoel dat ik ziek ga worden, maar het breekt niet uit. Ah ja, maar ja, dat is omdat je ook niet ziek bent, hè. Dat is omdat je gewoon je woede opkropt, dus ja. Staat dat zo in die boeken? Ja. Zeg, en hadden dat al voordat onze Werner vertrok? Ja, dat is eigenlijk begonnen na dat afscheidsfeest. Want ik dacht dat ik me kou had opgedaan. Maar zou je dan willen zeggen dat ik kwaad ben op hem? Ja, dat weet jij het beste, hè. Maar nee, ik ben niet kwaad op hem. Nee, ik ben kwaad op heel de situatie. Of ik voel me in de steek gelaten. Maar nee, het heeft geen zin om kwaad te zijn. Hij is weg en hij komt niet meer terug. Ja, dat is waar. Maar ja, je hebt het allemaal eens kunnen zeggen. Dat is ook al heel veel, hè. Zet u. Dank u. En bedankt dat u ons hebt kunnen ontvangen. Ik had niet gedacht dat u nog zou bellen. Maar Jan Bastiaans was eerst zo enthousiast en ineens hoorde ik niks meer. Ja, dat is een beetje mijn fout geweest, meneer Terreau. Ik heb het nogal druk gehad de laatste tijd. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik de tip van Marianne niet helemaal serieus genomen heb. Maar goed, we zijn hier nu en ik luister. 20 jaar. Zo lang ben ik nu gemeentesecretaris. Burgemeesters komen en burgemeesters gaan. Van verschillende partijen, maar ik heb ze altijd trouw gediend. Voor het goed van onze gemeente. Ja, maar zou u ook tegen de burgemeester willen getuigen? Ten slotte is het iemand van uw eigen partij. Meneer Van Goedem, die man heeft zijn belofte verbroken. Mijn dochter werkt ook aan de gemeente, althans op een buitendienst. Ze doet haar werk zeer goed en ze wacht al lang op promotie. En dan kan ze bij mij op het gemeentehuis komen werken. Hij had me dat beloofd. Maar hij heeft zijn belofte gebroken. Burgemeester Lemaire is totaal onbetrouwbaar. Hij heeft die job gegeven aan de zoon van zijn beste vriend. Ja, maar als u onze kant zou kiezen, komt uw dochter dan niet extra onder druk te staan? Ten slotte werkt ze toch nog altijd voor de gemeente. Ze is totaal gedegoteerd van heel die toestand. En ze zegt dat ze ergens anders werk gaat zoeken. Ik ga binnenkort met pensioen. Dus wat had u graag willen weten? Goedemorgen. 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 Zwakke nieuws met Josiane? Goed. Allee, ja, goed. Dat is toch niet in orde, hè? Niet? Nee. Ze heeft nu geen migraine. Maar dat is dan toch goed? Ja, maar ze begon allergisch geworden voor melkproducten. Oh. Ja, Marcus, goedemorgen. Morgen, chef. Morgen. Kom, algemene vergadering, want we moeten eens dringend brainstormen. Ik ben over Kemmen geweest, naar ons Leontien, en met die epiqueur, dat is dus noppes, hè. Frank, zelfs als ze die epiqueur hadden gepikt, hè, dan zouden ze dat nog niet toegeven. Alleen maar om ons te pesten. Ja, Simon, dat kan allemaal goed zijn, maar in ieder geval, vanaf nu, alles op slot. Heb je dat verstaan? Ja. Je krijgt allemaal een sleutel. Hier. En ik wil, wat zeg ik? Ik eis dat je altijd de deur op slot doet, iedere keer dat je weggaat. Gesnopen? Ja, ja. Allee, eens. Hè. Merci. Dank u. Voilà. En ik? Jij bent nog niet droog achter je oren, jij. En daarbij, ik heb maar 2 sleutels. Godverdomme, zeg. Het is hier altijd hetzelfde, hè, voert. Ah, ja. Frank. Wat? Ik wil me niet moeien, maar is die jongen nu nog niet genoeg gestraft? Mo, als je je eigen niet wilt moeien, waarom vraag je het hem? Ben de Witte. Die is nooit op het gemeentehuis geweest.
Maar toen die crisis met die vijvers losbrak, toen stond hij daar te pas en te onpas. En duidelijk tegen de zin van de burgemeester. En u hebt nooit gehoord waar ze het precies over hadden? Niet echt, nee. Maar ik kon het wel raden, natuurlijk. Dat bevestigt wat we al de hele tijd dachten, het rijden. Mm-hmm. Ik weet, het is natuurlijk nog geen bewijs. Er waren twee bedrijven kandidaat voor die afvalverwerking. De Witte en een zekere Verhelst. Het was voor iedereen duidelijk dat Verhelst dat contract moest krijgen. Hij voldeed aan alle voorwaarden en hij had de beste offerte. Ja, maar het was toch De Witte die het contract kreeg. Hè? Die dook ineens op. Hij kreeg het contract en plots werd er een mooie som geld in de partijkas gestort. Kunt u dat bewijzen? Zwart op wit? Nu niet, maar ik denk dat ik daar kan aangeraken. Ik vind dat de Mo gelijk heeft. Ja. Waarom moet je voor de regie weer een uitzondering maken? De regie. Die heeft de school bij ons pietje gehad. En daarbij, als ze hem binnen wilt, dan moet hij met me komen vragen. Bij ons pietje gehad. Jij hebt die jongen toen onrecht te buiten gesmeten. Nee, Simon. Hij kon met zijn pietje niet van u afblijven. Dat was het probleem. Vette gort. Ja. Trouwens, ik heb dat toen alleen maar gedaan om u jaloers te maken. Dat kan allemaal goed zijn, maar je kunt toch moeilijk zeggen dat hem tegengesparteld heeft. Hè? Weet wat dat je gaat bereiken, gij? Dat ze allemaal compassie krijgen met Reggie en dat ze u allemaal een bullebak gewoon vinden. Is dat wat dat je wilt? Dat kan me nou juist niks boms, hè. En nu ben ik weg. Een bullebak, hè? Die heeft geen tijd om naar al dat gezorg te luisteren. Ezel. Wel, ik vond dat een heel schone begrafenis. En zoveel volk. Gaat het, Lily? Och, het gaat wel over. God, dat is zo belachelijk, hè. Je ziet wel, ik moest van die man niets hebben en toch heb ik daar zitten janken als een klein kind. Dat is normaal dat dat u iets doet. Je hebt er heel nauw mee samengewerkt. Ja, natuurlijk. En met hem missen we nog waar we aan toe waren. Maar wat ons nu te wachten staat, dat is pas een ramp. Ja, dat is waar. Als ik zie wat voor een air Francis daar rondloopt op school, dan begin ik nog meer te snotteren. Wat is zijn functie nu? Waarnemend directeur. Hoe groot is de kans dat hij directeur wordt? Groot. Ja, wat wilt gij? Tot nu toe de enige kandidaat op school. Wie wil er vandaag de dag nog directeur worden? Ja, Ursé. Onze Martin, die ziet dat toch wel zitten? Nee. Ik heb zo genoeg werk. Nou, natuurlijk, Martin. Waarom stel jij geen kandidaat? Je hebt toch in de tijd zo'n bekwaamheidsdiploma voor directeur behaald? Ja, dat is waar. Het is heel lief dat je het vraagt, maar nee, liever niet. Zeg. Wel, ik ben echt content met mijn kandelaars. Het is toch een pak gezelliger zo, hè? Ja, zo'n klein lampje doet het, hè? Ja, toch. Maar het schoonste stuk blijft mijn spreuk. Ja, vooral de man die het gemaakt heeft, zeker. Heeft dat toch goed gedaan? Maar natuurlijk. We hebben hem. We hebben hem. Kalm maar, jongen. We hebben nog altijd geen bewijzen in een ander, hè. Nee, maar dat gaat niet lang meer duren, hè, Dre. Ja. Terlo, de gemeentesecretaris. Vrijdag levert hij ons het bewijs dat een burgemeester corrupt is. En dat hij Ben De Witten heeft beschermd. Allee. Dan wordt hij in Terlo nog een kroongetuige. Kroongetuige? Droomgetuige, ja. Dat zit er dik in, ja. Kijk, als die in Terlo met bewijzen over de brug komt, dan kunnen wij in principe de burgemeester van zijn troon stoten. Voilà. Is dat nu niet fantastisch? Daar zitten wij nu al weken op te wachten. Dus als ik het goed begrijp, heeft Marianne haar job terug. Tucht houden zonder dat je een dictator wordt. Respect afdwingen van de leerlingen. Daar heb jij toch geen problemen mee? De baas spelen over uw eigen collega's. En dan ouders die constant op uw vingers te zien. Ja, nee, bedankt. Weet je, als ik jou soms zo hoor praten, hè, dan met zoveel gedrevenheid, dan lijkt jij mij toch echt wel de goede kandidaat, hoor. Jij zou je hart leggen in die job. Ja, ik vind dat eigenlijk ook. Jij durft van u afbijten, maar dan op een redelijke manier. Jij hebt verantwoordelijkheid. Kijk, als Francis directeur wordt, dan is het gedaan met de kwaliteit van de school. Och, man. Dan zit wel allemaal binnen het jaar mijn serieuze zenuwinzinking. Dus ik moet mijn kandidaat stellen om de school en de leerkrachten te redden. Nee, Martin, wat ik zeg is de waarheid. Dit lijkt wel heel sterk op morele chantage. Zoetje, je moet eerst nog verkozen worden, hè? Zeg, wat heb jij?
Zit jij mee in het complot of wat? Nee, ik zeg alleen dat er nog andere kandidaten zullen zijn, ja? Ik denk dat het geen kwaad kan om uw kandidatuur in te dienen. En het is uiteindelijk toch nog de inrichtende macht die beslist. Maar als wij natuurlijk ons lobbywerk goed doen, dan...